allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik laat hier zomaar enthousiast deze pruik zien, want ik heb hem gekleurd, guys. Ik heb een beetje geprobeerd een oranje-achtige kleur, deze hier, te krijgen. En in deze video wil ik jullie laten zien hoe ik dat doe. Nou, wat je ervoor nodig hebt, je kan even je video op pauze zetten, kan je dit rustig doorlezen, maar in ieder geval blondeerpoeder, oké? Ik heb dus als eerste pruik geblondeerd met deze dingetjes die je hier allemaal ziet. Dus dit heb ik bij een kapperszaak gewoon hier in Haarlem bij ons gekocht. En ja, je kan het vast wel online kopen en zo. Oh ja, dat was even mijn potje, want ik weet niet waar mijn bakje is om alles te mixen. De kwasten die ik ga gebruiken. En dus de haarverf, gewoon bij de kruidvat gekocht. Ik zag deze kleur en ik dacht, oh, I need this in my life. Ik vind het zo'n mooie kleur. En eigenlijk had ik gehoopt dat dit mijn eigen natuurlijke kleur was, maar hey... God works in mysterious ways. En het idee was dat ik gewoon, weet je, die meest lichte variant zou krijgen. Tuurlijk is het niet gelukt, maar weet je, ik heb mijn best gedaan. Dit is dus de pruik die ik ga gebruiken. Ik heb hem al eerder op dit kanaal laten zien. Maar ik weet niet precies wat er nou met dit ding aan de hand is. Want kijk, die voorkant. Die voorkant is dus gewoon een soort van kroesig. Maar de achterkant is dan wel weer gekruld. Je ziet gewoon dat dat wat losser is, meer in beweging, die voorkant. I don't know. Uiteindelijk ga ik dit denk ik gewoon echt knippen en wat anders ervan maken. Maar voor nu dacht ik, die pruik is toch niet echt in goede staat. Dus laat me deze gebruiken voor natuurlijk mijn test. Om te kijken of dit allemaal wel zou gaan lukken. Want dit is ook de eerste keer dat ik haar op deze manier kleur. Dus ik maak eigenlijk zomaar een tutorial voor jullie alsof ik weet wat ik doe. Maar het is goed gegaan en daarom heb ik deze video ook gemaakt. Ik was aan het filmen. Ik dacht, als het niet goed gaat, ja, dan is het jammer. Maar oké. Maar wat ik dus hier aan het doen ben, ik zet de blondeerpoeder en de peroxide, zeg maar, samen in een mixje. Ik weeg niks af, hè, want ik ben nogal heavy-handed. Ik wist ook niet waar ik eigenlijk echt zo goed mee bezig was. Want jullie weten dat ik geen kapster ben en zo, hè. Dus alles wat ik doe is gewoon van wat ik ergens heb gezien. En natuurlijk gebruiken sommige mensen wel gewoon echte maten om dingen goed te balanceren of zo, hoe je dat ook wil zeggen. Maar weet je, I don't follow instructions that well. Dus ik mix hier gewoon alles bij elkaar. En de reden waarom ik dus dat ene tubetje erbij doe, is omdat ik ooit ergens heb gehoord dat je dan geen geel blond krijgt, weet je wel. Maar gewoon een mooie... natuurlijke blond, if that makes sense. Ik liet net nog eventjes zien van wat er belangrijk is in dit proces. Of tenminste, wat ik zelf ook belangrijk vind. Een van de stappen is om natuurlijk handschoenen te dragen. En eigenlijk ook wel een raampje open te hebben, want dit ding ruikt zo gevaarlijk chemisch. Het is heftig. Dus denk eraan dat je wel even, weet je, de ruimte goed laat ventileren als je dit gaat doen. Dat je handschoenen draagt. En ja, ik weet zelf niet echt wat de beste manier is om, zeg maar, dan je haar te behandelen. Want dit werkt eigenlijk niet. Maar ik moest dus een plek hebben waarop jullie nog wel konden zien wat ik deed. Maar ja, weet je, mijn standaard en zo, dat paste allemaal niet. Dus ik heb hier echt geïmproviseerd. Ik heb echt mijn best voor jullie gedaan. Dus ik hoop dat jullie gewoon alles goed kunnen volgen en goed kunnen zien. Maar waar ik dus mee begin bij het verven is bij de puntjes. Want het idee is dus, wat ik in mijn hoofd had, dat als je de puntjes gewoon als eerste doet en je laat dat even een beetje intrekken en werkt daarna een beetje omhoog, dat die puntjes dus het lichtst gaan zijn. Want die zijn het langst, zeg maar, bewerkt. Die konden het langst, zeg maar, marineren, een beetje intrekken en zo. En als ik dan weer de oranje verf eroverheen ga doen, dan worden de puntjes waarschijnlijk ook het meest oranje. Ja? Snap je waar ik naartoe wil gaan? Het idee is dus een beetje een ombre effect, als ze dat zo noemen, volgens mij wel. En nou ja, wanneer ik dat dus, ik denk zo'n half uur had laten zitten, misschien iets minder, 25 minuten, heb ik het gewoon afgespoeld onder lauw water. En pas als je het afspoelt, dan pas zie je eigenlijk wat voor kleur het een beetje aan het worden is. Want ik was wel een beetje bang, eigenlijk. Ik dacht, dit komt niet goed. Maar toen ik het dus aan het afspoelen was, toen zag ik wel van oké, dit is een mooie kleur.
En nadat ik het had afgespoeld, heb ik het gewassen. Eigenlijk weet ik niet of dit wel de juiste stap was. Want ik ging hierna natuurlijk nog een keer verven. En ze zeggen meestal dat je moet verven op vies haar, zeg maar. Weet je, haar dat in ieder geval niet gewassen is. Maar hey. Ja, dit is hoe ik het heb gedaan. Oké, daarna heb ik het haar gefeund en toen zag het er dus zo uit. En eigenlijk wou ik hier al stoppen, want ik dacht, hé, dit is best wel mooi. Dit is misschien niet perfect, weet je, de kappers die hier zijn zullen waarschijnlijk denken van, oh, wat heb jij precies gedaan? Maar dit is best wel goed voor mij. En het volgende wat ik dan ga doen is ja, de oranje verf mixen en dat dan verdelen over het haar. In de verpakking van de Sayo's haarkleuring zitten dus deze twee dingen. En ik moet er wel bij zeggen dat het ammoniakvrij is. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd van hoe dat dan werkt. Of die kleur wel echt intens is en you know. Dus deze twee, die tube en het flesje, dat mix je dan samen. Ik moet zeggen, het was wel een uitdaging om dit zeg maar door elkaar te schudden. Voor mij in ieder geval. Misschien als jij wat meer spierkracht hebt of zo. Ik weet niet waar het precies aan ligt. Maar ik vond dit best wel vermoeiend. En het duurde wel even. Voordat alles echt goed gemixt was. En zelfs toen ik dacht dat alles goed gemixt was. Had je nog een beetje aan de onderkant of aan de bovenkant. Ik denk dat je toch nog dacht van, I'm not sure. Oké, met deze haarkleuring doe ik het dus weer andersom. Ik begin bovenaan. Want op de verpakking zag ik ook iets staan van als het haar wat donkerder is, dat je, of iets met uitgroeien, ik weet niet meer precies. Ik weet ook niet waar die verpakking is, dat ik het even kan voorlezen. Maar ze had het over van als het haar wat donkerder is, dat je daar eigenlijk moet beginnen. Omdat het dan tijd heeft om, zeg maar, zijn werk te doen, weet je wel. Dus ik dacht, ja, dan begin ik een beetje bovenaan. Want mijn idee was niet om die hele pruik, zeg maar, oranje te maken. Het idee was dat het een beetje over zou lopen van donker naar oranje. Dus vandaar dat ik bovenaan begin. En toen ik alles zeg maar bovenaan had gedaan, ging ik pas naar de puntjes en alles wat daartussen zat zeg maar. Om het haar dan ja, te verven. En dit proces duurde gelukkig niet zo lang. Dus ik heb alles gewoon ingemasseerd. Ik heb beide pakken gebruikt, want ik had net twee pakken van die Sayo's haarkleuring, zoals je kon zien in het begin. En ik heb ze allebei gebruikt. Misschien was het overkill. Maar ik dacht, ja, wat ga ik nog met een half pakje of zo doen? Weet je wel, ik had allebei al gemixt. Dus ja, dit was wel het meest spannende moment. Want je weet eigenlijk niet wat het gaat worden. Zoals, ik heb dit niet eerder gedaan, hè. Dus, nou ja, dat heb ik even laten zitten voor ook ongeveer een half uur, denk ik. Maar in totaal was het waarschijnlijk wel wat langer, omdat ik natuurlijk eerst die bovenkant heb gedaan. Maar ja, dit ook weer afgespoeld of uitgespoeld. Maar heb je ook niet dat als je gewoon een bende ziet, dat je dit gewoon wil opruimen? Dus ik was hier bezig en toen dacht ik, die bak ziet er niet uit. Ik moet gewoon dat eventjes een beetje netjes maken, want ik voel me gewoon niet goed. Like, het hoort niet zo te zijn, toch? Dus, maar ja. Dit heb ik gewoon uitgespoeld. Ik heb daarna ook nog shampoo gebruikt om het even goed te wassen. En na die shampoo ook nog de conditioner die in de verpakking staat van die Sayo's haarkleuring. En ik weet niet of dat een speciale conditioner is voor kleur of zo, maar ik dacht, het zit in de verpakking, laat me het gewoon gebruiken. Dus ja, dat heb ik dan gedaan. En daarna heb ik het haar even gefeund. Dit is dan de conditioner die erin zat. Maar ja, nadat ik alles had gefeund, mijn idee was dus hè, om een protective style te doen. Dus om mijn eigen haar helemaal niet eruit te laten, maar gewoon die pruik op te gooien. En ja, bidden dat het gewoon goed zat. Maar, het probleem was hierin, kijk, de kleur was goed, weet je. Ik was wel blij, want het hangt er een beetje vanaf in welk licht je zit, maar het ziet er af en toe een beetje bordeauxrood uit. Maar als je dan weer draait, ziet het er toch best wel weer oranje uit.
Alleen het enige probleem was, dit is dus een pruik met een frontal. En dat haar hiervoor echt doedoe. Het was helemaal in elkaar gaan zitten. En ik kreeg het dus gewoon niet meer uitgekamd. Dus het was gewoon hard. Ik kon er niks mee. En het zag er ook kroes uit. Dus normaal heb ik daar geen problemen mee. Maar wel als de rest van de pruik er niet zo uitziet. Dus zoals je hier kan zien, ik was natuurlijk helemaal niet tevreden. Want het was niet wat ik ervan had verwacht. En ik heb gewoon geprobeerd een beetje ermee te spelen. Weet je, een beetje links naar rechts. Een beetje knippen hier en daar. Maar ja, het is niet helemaal geworden wat ik had gehoopt dat het zou worden. Dus ja, ik heb uiteindelijk de frontal zelf ook een deel geknipt. Dat stuk heb ik niet hierin, want toen was ik volgens mij niet aan het filmen of zo. Maar ja, dit was eigenlijk een beetje wat ik voor de rest van de tijd aan het doen was. Ik probeerde het te fixen, want ja, het zag er best wel uitzichtloos uit op dit moment. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk is het wel gewoon oké geworden. Dus als je nog tips voor me hebt wat ik misschien met deze pruik kan doen. Want in mijn hoofd, ik knip het er gewoon af. Dus als jij een ander idee hebt, laat me alsjeblieft weten. Misschien is het nog te redden. Maar ik heb geen zin om hier nog heel veel tijd en aandacht aan te besteden. Dus ja, dit is het gewoon. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Laat me weten wat je van mijn eerste ontkleuring en, hoe noem je dat, weer verf video vond. Ja, aan de titel moet ik nog even werken. Maar laat me weten wat je van deze video vond. Bedankt voor het kijken. Geef me nog een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En mij zie je de volgende keer weer.